Yo gasten, welkom terug bij een nieuwe video op het kanaal Ash Gameplay. En vandaag spelen we dus Dream League Soccer Online. Om precies te zijn, het zomertoernooi van Dream League Soccer Online. Ik had deze game een paar weken niet meer gespeeld. En ik dacht zo van, hey, een mooie muntenbonus. Ik kan online wedstrijden doen. En dat heb ik dit jaar nog niet echt zo vaak gedaan in dit spel. Dus ik dacht zo van, hey, laten we dit gaan proberen. We hebben natuurlijk Lukaku, Enriquez, Vidra, José Font en Marc Bartra in de verdediging. En natuurlijk een paar goede snelspelers zoals DeAndre Yedlin en Clinton NJ. En Drame hebben we ook nog. Dus we begonnen aan onze eerste wedstrijd. Natuurlijk was ik best wel blij om terug te zijn op deze game, Dream League Soccer Online. En we begonnen tegen dit team genaamd Zenit. En hij had wel een paar betere spelers. Maar we beginnen al vlammend met een steekpas op Lukaku, die hem terugpas op Vidra. Vidra, Matthijs Vidra van Burnley met de 1-0. Prachtig gedaan, Matthijs Vidra voor de 1-0. Maar dan komt de tegenstander toch weer oprukken met Darida. En dan paas hij hem zo naar het midden, naar Keita Balde. En dan is het gewoon echt kloten. Dan staan we 1-1 gelijk. En dan komt Lukaku hier met een schot, gaat raken links naast. Ja, dan komt die klooien van de tegenstander met de fucking Angel Correa paas op Keita Balde. En dan sta je ineens 2-1 achter. En dan denk je zo van, hoe de fuck heeft dit kunnen gebeuren? Maar dan komt hier een steekpaas op Lukaku. Laatste slotminuten van de wedstrijd. Lukaku gaat uithalen. Nee. Hij wordt geblokt. Oh mijn god, wat een schot van Vidra. Wordt gesaved door de keeper. En Mancia kan alleen nog schieten. En ja. Ja mensen, dat was best wel een bittere pil om te slikken. Maar op naar de volgende wedstrijd. Nieuwe wedstrijd, nieuwe kansen tegen dit team. Dat natuurlijk ook wel net iets beter was dan de mijne. Maar we krijgen hier een lange paas op de keeper. Steekpas naar Henriquez. Henriquez heeft pace. Pace naar fucking Lukaku. En hij schiet. En Lukaku maakt vrijdoos af. Wie anders dan Romelu Lukaku met 1-0. Maar mijn tegenstander was hier niet van gediend. Want hij komt hier met zijn Ciro Immobile. En hij maakt het feilloos af, moet ik eerlijk toegeven. Ciro Immobile, ook een wereldklasse spits in deze Serie A. Maar het eindigt in 1-1. Een 1-1 gelijk spel. Hoe saai. Maar op naar de volgende wedstrijd, mensen. Wat een hype. Nieuwe kansen. Nieuwe wedstrijd. Tegen dit team. Hij heeft Jamie Vardy. En ik ben waarschijnlijk fucked. Want hij heeft Jamie Vardy. Maar hier komt er een steekpas op. Lukaku. Van Mancia. Lukaku. Finish him. Ja, Lukaku heeft ze afgemaakt. Finish him. Romelu Lukaku, wie anders met zo'n prachtig doelpunt in de rechterbovenhoek. Maar mijn tegenstander was er weer niet van gediend, want hij komt hier met zijn fucking Mahrez en een paas naar Roos en in de 45e minuut. Wat een scripting, wat een kutspel. Maar daar was Henriquez niet van gediend. Hij heeft de schot, wordt gesaved door de keeper. Corner Lukaku naar Mancia, wie anders dan Mancia met de kopbal uit de corner. We staan 2-1 voor. Prachtig doelpunt van niemand anders dan Brian Mancia. Oh mijn fucking god, Jamie Vardy is gedood. Jamie Vardy met het schot. Mocht niet baten. Gesaved door de keeper. Hij komt hier nog één keer heel goed met zijn Jamie Vardy. Maar hij mist. Haha. Wat een noob. Maar het boeit me geen ene flikker. Want we winnen de eerste online wedstrijd met 2-1. Mooie, prachtige overwinning. Op naar de volgende wedstrijd tegen... Ik wist meteen vanaf het begin dat het een moeilijke wedstrijd zou worden tegen het pay-to-win varkentje. Terwijl Lukaku zich er weg doorheen bukt, maar hij verliest de bal en dan komt hij hier door met Ronaldo tegen de paal. Oh mijn fucking god, ik krijg syfilis. Maar hoe dan ook, na de rust komt Ronaldo erdoor. Nee, Ronaldo met het doelpunt. Klote, kutspel. Maar wij komen er ook door met een goede vrije trap. Vidra alleen op doden of Matthijs. Ah shit, het werd nog 2-1. Oh shit, ja, klote. Kutspel. Inderdaad, kut. Laatste wedstrijd in de notendop. Mané verkracht me met zijn pace. Daarna scoor je nog terug met Mancia. Coach gaat lijp. En Aubameyang verkracht me met zijn pace. En we verliezen de wedstrijd met 2-1. Dus na het evenement te spelen had ik wel een goed aantal coins opgespaard om natuurlijk aan mijn stadion te gaan werken. Ik deed het niet automatisch, want dat had me blijkbaar veel meer coins gekocht. Dus ik had een paar zijdes van eigenlijk gewoon het stadion verbeterd voor 1701 coins. En dan heb je gewoon een mooi stadion. Op naar de volgende divisie, divisie 2. En we gingen ook trainers toevoegen aan de spelers. Je ziet het op scherm gebeuren. José Font gaat omhoog in een rating en Drame ook. En daarna kopen we
niemand anders dan Matthijs de Ligt. Ik had lang voor hem moeten sparen. Ik had veel advertenties voor hem moeten kijken. Maar uiteindelijk kregen we toch de man die het allemaal kan uit Nederland. Wat een volmaakte centerback om hem bij te Daarnaast hebben. Daarnaast plaats ik José Font als CVM omdat hij gewoon goede allround stats heeft. Ten slotte besluit ik om 40 edelstenen te douwen in een gewone spelersagent. En dan komt hij terug met niemand anders dan Jeremy Doku. Ziek goede speler op het EK geweest voor België. Vet veel pace. Ik ben er echt zeer tevreden mee. En ten slotte koop ik ook nog een mooie speler, Sergio Canales. Ik bedoel, kijk naar al die groene stats aan de linkerkant. Ik bedoel, wat een zieke speler. Komt natuurlijk als een walkout in een stadion. En dan hebben we gewoon echt een beest team. Ja, echt gewoon echt een ziek team op dit moment. Veel pace aan de zijkanten en natuurlijk Sergio Canales, José Font, De Ligt, Lukaku en Doku in de spitsposities. Het Belgische superduo noem ik het. En bedankt voor het kijken. Het spijt me dat ik in een lange tijd eigenlijk gewoon niet geüpload heb. Ik bedoel, het duurde 15 dagen voordat ik weer uploadde. Godverdomme, het is schandalig, maar jullie zijn legends. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en peace!